Hallo allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Maar waarom zou je niet eens een workshop gaan volgen waar je met woorden bezig kan zijn? Daarnaast zit ik met Solile Blinker en zij heeft twee super leuke activiteiten. Ze gaat ons daar alles over vertellen. Is Hi Solile. Hallo Jelena. How are you doing? I'm good. How are you? I'm fine, Looking thank Ja, yeah, I did my best and it mm -hmm. worked. Yeah, dude. <laughs> yeah. <laughs> je bent bezig, want je hebt twee activiteiten. Mm -hmm. Maar voor we die activiteiten gaan, misschien kan je heel snel even kort voor de mensen die je nog niet kennen, what would be a shame, even vertellen wie je bent en wat je doet. Nou, ik ben een tante, ik ben een levensgenieter en uh, ik hou van kunst en cultuur, met name woordkunst. En uh, ik vind het goed om verhalen te delen. So if you ask me what business I'm in, Sharing stories. Misschien heb je hem een laatste gezien bij Suripop. That was me. Hey, oké, okay. thank you. Maar nu heb je twee evenementen. Want mm -hmm. je Krabassi, er zijn twee evenementen. Yeah. En ik wil er alles over weten. Nou, kijk, het begint met Krabassi Poetry Session. Mm -hmm. Dat uh, is een workshop. Dat vindt plaats op uh, zondag 15 oktober bij Werkplaats voor Podiumkunst. Um, dat is dan van Brussel aan 17. En wat gaan we daar doen? We gaan met elkaar eigenlijk duiken in de werken van Surinaamse dichters. En dan denk je, wie? Oui. Want als je veel Surinamers vraagt welk gedicht ken je? Welk gedicht ken je? Ik vraag me. Ja. Wambong. Dus dat. <laughs> en het heet eigenlijk Wang. Dat Wang. is één. Dat is van Dobro. Maar er zijn meerdere. Je hebt Trefossa, je hebt Sifasi, je hebt Beafiane, je hebt Celestina Rautel, je hebt Michael Slory. Ja, maar dat is, dit is, dit is de mensen van vroeger. Oh, okay. hè? We hebben het niet over de mensen nu. Sorry. You know? Ik heb het voor je geprobeerd. Sorry. <laughs> dus we hebben het over de mensen van vroeger. Waarom ook? Ze zeggen vaak van ja, Suriname heeft geen uh, uh, literaire hoogstand of iets, iets veel. Nou, eigenlijk doen we niet zoveel ermee, want anders zou jij mij meerdere gedichten kunnen vertellen die jij kent. Ik, dus ik wil zeggen, maar weet je, dan kom ik weer als self-loading over. Mijn moeder heeft drie gedichtenbundels uitgebracht. Daar, so, zie je? Zie Self-loading. So sorry guys, we can discredit that comment. But she did that. Ja toch? Ja. Yeah. En hoe mooi zou het zijn om op school gewoon het uh, geïncorporeerd te hebben? Want uh, kijk, waarom we het ook doen, het is week van het Nederlands. Mm -hmm. En dat is van 14 oktober tot 21 oktober. Mm. En het thema dit jaar is gevoel en emotie. Mm. En toen dacht ik, maar wacht. Als we denken aan Suriname en Nederlands, is er een hele geschiedenislijn erbij. Weet sure is. Het is bitterzoet. En als we kijken naar heel veel mensen hier, het is niet hun eerste moedertaal. Um, kijken naar de schoolresultaat is ook niet mals. Je had het net ook over uh, bijvoorbeeld uh, woorden die gebruikt worden. paardenbloem, dingen die niet passen in het Surinaamse systeem. Mm. Je hebt nu ook Surinaams-Nederlands, dat is opgenomen in het groenboekje. Maar ik vind, dan kijk ik naar mezelf van, oké, okay, ja, je piert je mond wel, maar wat doe je? Mijn rol is dan, oké, okay, als we dat zeggen, waarom kijken we niet naar die oude werken, beïnvloed worden daardoor, geïnspireerd worden daardoor om nieuwe teksten te produceren, of we kijken naar de tekst, we laten het precies zo, en de manier van voordrag is op een hele creatieve en eigenzinnige manier. Ja. Dan hebben we nieuwe producten. Nieuw. Weet je, het ook echt missen hier in Suriname mm -hmm. is die spoken word? avonden Dat is er heel eventjes een paar jaar geleden. Maar ik, ik volg heel dat veel en zie ik. En en... Ja. Maar dat is It platform is zo support. Ja. Maar platform support Suriname is bekend voor poetry and beyond. Mm -hmm. um, eigenlijk na COVID, COVID waren we rustig. Mm -hmm. Het laatste wat we hadden gedaan was Blakka. Dat was in Barbizar. Mm -hmm. um, maar weet je, rust is ook goed. Ja. Yeah. Going back to the drawing table. Yeah. Even kijken wat. Um, gedaan moet worden en gewoon ook leven, tuinieren. Yeah. You know, detox. Ja, yeah. oké. Okay. <laughs> maar dat hebben we nu allemaal gedaan, want mm -hmm. nu hebben we die twee dingen die we, yeah. twee projecten, so we hebben de workshop. Ja, yeah. dus de workshop it. is op de 15e. Je mm. kan je opgeven via Facebook, Platform Support Suriname, of mij gewoon bel op 870 6217. Mm -hmm. Dat is 870 6217. Het kost amper 450 SRD. En ik moet zeggen, dat is ook mogelijk door. Um, Donateur Taal Unie, mm -hmm. dus uit Nederland. En ik heb twee donateurs ook hier die me altijd supporten: dat is Ruud Botland en Danielle Trouwenaar. Big up voor dat. Dat we dat kunnen doen. En de 21ste, dat is een event, een woord-event, yeah. Dat is in Lina en Wim. Het begint om 8 uur tot half 11. Yeah. En dat wordt eigenlijk, dat is gewoon een bom vol inspiratie, zang. Uh, woordkunst en we hebben uh, internationale en lokale artiesten. Mm. You know, als Shelle Liz. Yeah. yeah, she's really good. Yeah, she's good. So I was like, I need to get Shelle Liz on my, on my stage. Maar wat is zo so anders van Shelley Liz? Want ik kan je nu al zeggen, ze gaat heel veel geboekt worden. Dus ik dacht mm. van, wat is mijn unique selling point? Haar man. Raffanelli Deekman. Brandweer, spuiter, man met hart, spoken word op bepaald niveau. Dus we hebben oh, hem hey, erbij. Jawel. Oh. Dus hij is erbij. We hebben uh, Lloyd Kwasiba, hij is van Koekelampu. En we hebben José Parami, dus die man met die lekkere stem, heerlijke stem, moet je naartoe komen. En... Ja, nu ben ik in want ik heb daar lang niet uh, zo eentje gehoord hoor. Ja, er zijn een paar <laughs> en ik zoek ze, dus hij is daar. En qua theater, cabaretje heb je heel keer op man. Ja. Yeah. Yeah. Ik is een van mijn favorieten. Uh, we hebben Nina de la Para, uit Nederland, hier, mm. de dochter van Pim de la Para. Mm. En zij is echt stout. Ze heeft een boek uitgebracht, uh, Make Women Come. Dus je kan je voorstellen, ze heeft een aantal awards uh, oh, binnen. En haar ding is meestal identiteitsherkenning. Uh, Weet je? Witte vrouw ook daar met gewoon een uh, Surinaam steentje. En we hebben Raj Mohan, dat is like, uh, echt een blessing. Hij, komt van, hij, kon, hij is nu in Suriname en hij is bekend in de wereldmuziek in Nederland. En wat zo leuk is aan hem, hij is een van de eersten die Hindustans op een bepaald niveau heeft geïncorporeerd in zijn muziek. En hij is poëet, hij is composer. Dus God is groot. Yeah. Krabasi komt eraan. En hij zei het, dat is goed. De eerste workshop die kost 54, maar de nacht, de, de, de woorddoen, avond is die gratis of kunnen we gewoon komen? Hoe werkt het? Hoe laat moeten we daar zijn? Dus, uh, ja, je kijk, moet ons alles klaar 21 oktober is een giveback. Wij hebben genoten van jullie, als jullie zeggen: Komen naar Poetry Beyond, naar Blakka, Strange Fruit, al die mensen van toen de tijd. Het is een soort van of reunion. Get back to the vibe. Nieuwe mensen ook erbij. En daarom doe ik het gewoon gratis. Die avond, val je gaven natuurlijk. Weet je? Mm -hmm. <laughs> maar het is, het is compleet gratis. Maar wel één ding: vol is vol. Het is Lien en Wim. En um, ik zou zeggen: kom om acht uur. Acht uur uh, beginnen we en we gaan door tot uh, half elf. Mm. Dus red ik het tijd naar Lien en Wim. Want oh, daar gaat het gebeuren. Stel er is iemand die kijkt nu en het is nog geen uh, 21 oktober mm. en ik zou ook graag me kunnen willen tonen, mag dat of kan dat? Ja tuurlijk, kijk we hebben een workshop de 15e. De 15e gaan we echt in, in, kijk eigenlijk via Surinaamse dichters komen we dichter bij jezelf, bij onszelf. Hoe je het moet zien als je komt eraan, het is niet alleen ook voor mensen die altijd hebben geschreven, voorgedragen, iedereen schrijft. Weet je, ben je manager ergens je schrijft. Ben je beleidmaker, je schrijft en kom vooral. Want dan begrijp je mij als ik een, een verslag indien voor scholen. dat over poëzie gaat. en je kijkt niet raar naar mij, want je, want je hebt het geproefd. Mm -hmm. Je weet wat het inhoudt. Kom erbij en laat we gewoon nieuwe dingen produceren. Je bent met like-minds. Um, en als je wil, als je geprikkeld bent. ik zou zeggen, ga naar de facebook site. Platform Support Suriname. No. En geef je op. Duidelijker kan het niet, duidelijker mm -hmm. kan het niet, girl. Ik ben zo happy dat je hier met me today. Ja. Yeah. Fijn dat je je detoxproces hebt gedaan, zodat je weer yeah. out there Is bent. Ja, nodig toch? Ja. Yeah. 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 En uh, ons weer mooie woorden gaat laten horen. Zo, mm -hmm. mm -hmm. so, uh, ik wil je bedanken voor het komen. Dankjewel. En alvast heel veel succes wensen, voor 15 oktober. Maar ik ga dit helaas niet bezig, maar de mensen die thuis keken wel. Zo, yes. so, ik wil je bedanken voor het komen en jullie thuis ook voor het kijken want Surile Blenker heeft op 15 oktober een geweldige word poetry workshop. Dus als jij wil leren hoe je beter met je woorden moet omgaan, of wat tips en tricks wil krijgen, of gewoon iets comfortabeler worden met het uiten van jouw woorden die jij hebt geschreven, geef je op. Het kost maar 450 SRD. Ga naar de Facebookpagina, geef je daar weer op, of ga de informatie verder halen, excuse me, and get educated and free yourself with words in your mind and on paper, because she's gonna teach you how to do it. En als je okay. dat hebt gedaan, ga je 21 oktober naar Lien en Wim voor de Krabassi Woorddoenangatori avond. Dus er zijn Aantal gasten die zichzelf gaan presenteren. En als je het goed hebt gedaan, op 15, misschien sta jij ook daar. Don't limit yourself, het wordt een avond vol, 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 vol mooie dingen. And you should see that. And remember: your time plus my time is cute time This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.